Barry Powell traint alweer 3 maanden mee bij Heracles. De 33-jarige ex-spits van onder andere FC Groningen, ADO en De Graafschap liet in augustus zijn contract ontbinden bij de Spaanse club Elche. Sindsdien is Powell op zoek naar een nieuwe club. Hoe is het nu met hem? Ja, goed. Ik heb het goed naar mijn zin. Ik kan lekker meetrainen. Leuke groep. Dus wat dat betreft goed naar mijn zin. Je houdt hier je conditie op peil. Hoe is er tot stand gekomen? Ja, ik had gevraagd aan Jan de Jonge. Ja, die ken ik nog eerder mee samengewerkt bij De Graafschap. En hij vond dat geen probleem. Dus dat is mooi. Je had nog een doorlopend contract bij Elche in Spanje. De Spaanse Primera División. Liet je vorig seizoen in augustus ontbinden. Hoezo? Omdat ze haalden op een gegeven moment 12, 13 nieuwe spelers. En dat werd wel duidelijk dat dat een heel, heel lastig verhaal zou worden. En je wil toch graag voetballen. En je ziet nu ook eigenlijk aan de jongens die wel zijn gebleven. En van vorig jaar dat daar een aantal bij zitten, waaronder de aanvoerder. Ja, die vaak gewoon of als 19e man meegaan of er ook überhaupt niet bij zitten. Dan heb je eigenlijk weinig te zoeken in het buitenland. De Rover. Goed naar binnen gesneden. De Rover. Nu raakt hij de bal kwijt. Powell. Uit de draai. Powell. Ja, dat kan die. Wat een mooi doelpunt van Barry Powell. En de Groningen staat op voorsprong. Wat is jouw rol eigenlijk? Buiten het feit dat je de conditie op peil houdt. Ja, gewoon meetrainen. Waar het kan, probeer ik jonge jongens te helpen waar dat mogelijk is. Ik heb natuurlijk wel wat ervaring en ben al wat ouder. Dus waar het kan probeer ik ze natuurlijk te helpen. Ja, je bent 33. Heb je nooit gedacht, stop ermee met profvoetbal? Nee, dat is het mooiste wat er is toch? Nog steeds topfit? Nog steeds. Dus kijken eventueel wat er in de winter komt. Maar daar heb ik wel vertrouwen in.